So what's your name? Kimani. Kimani? Yeah. Okay. Kimani, waarom zou een meisje jou moeten daten? Of waarom zou een meisje jou leuk moeten vinden? Wat heb jij dat andere jongens niet hebben? Boy, ga je eerlijk zeggen? Mino sabiere. Nasa ameiteshi. Oké, realistisch. Riet jezelf van 1 tot en met 10. Geef jezelf een 7. Let's get it. What's Gucci, man, sir? We are here for the GLOED, NIEUWE. Idiot. Corny. I'm new. Okay. What's Gucci, man, sir? We are here for the GLOED, NIEUWE. Video. Okay. You're going to wait, man. Dat is bang. Anyway, man, sir. I know that you've titel hebben gelezen, maar ik wil jullie toch een beetje een, you know, this. Nee? Anyway, man, sir. Die video van vandaag heet Reet Jezelf. Jij kan nu in de comments van mijn plaatje hoeven jij jezelf reed. Realistisch, no collega. Ga niet zeggen 10 terwijl. Anyhow mensen, bedankt voor het kijken. Vast like, subscribe en. Later. Hoe is het? Lil boy. Wat zei je hier met? Jimmy. Priya. Riquel. Charity. Pet. Jim3x. Oké, mag ik je nou? Joyce. Ja, Tosha. Lydia. Na? Lil boy. Je zou model Pika drip van boy Abin. Je zou het toch? Oké, Priya. Priya is echt de typical teacher in de Hindustanse naam. Anyway, Priya, ik heb een vraag voor je. Wat maakt jou speciaal? Waarom zou een jong jou moeten daten? Ik zou het niet weten. Dat ligt aan hun. Als een dame naar jou kijkt, wat zou ze in jou zien dat ze niet de andere jongen zien? Zij de wan mee toch? Bogi you satramawani. Boy. Wat heb jij te bieden? Ik zou het niet weten, maar ik heb alles te bieden. Ah. Waarom zou een meisje jou moeten daten? Wat heb jij dat andere jongens niet hebben? Nou. Kandee wel een nice guy, zo. Manieren, weet je. Weet omgaan met de meid. Want om de boy groef, hoe noem je, Sabi? Waarom zou iemand u daten? Waarom zou? Iemand u daten. Daten. Nou. Persoonlijk hoeft het voor mij niet hoor. Of date u niet meer? Omdat ik niet meer date. Waarom zou een meisje jou moeten daten? Waarom zou ze jou leuk moeten vinden? Ik ben lief. Zo daar? Ja man. Dat dan niet? Ja man. Ik ben lief. Ja. Denk je dat meisjes van lieve guys houden? Toch wel, ja. Nigga, Eerlijke jongens. Ja. Meneer Promise, waarom zou een vrouw naar u moeten kijken van ik wil met meneer Promise gaan. Wat heeft u dat een dame kan aantrekken en wat andere mannen niet hebben? Zo. Mooie vraag. Dat is een mooie vraag, ja. Zang, you abito. Of zou hij met Boshi in you toch? Zang, en is hij in Traman? Boy. Oké, en als je jezelf mag rieten van 1 tot en met 10, hoeveel zou je jezelf geven? Realistisch. 1 tot en met 10. 1 tot en met 10. Op een schaal voor je. Sorry. Niet hoor. Je kan je me niet aandoen. Je gaat iets moeten gissen. Oké, 5. Dat is een 5. Waarom een 5? Ik weet niet. Je gist gewoon. Ja. Als je zelf een 7 moest geven van 1 tot 10. Zo'n 7. Innerlijk of uiterlijk? Innerlijk. Nee, uiterlijk. Uiterlijk. Een 9. Een 9? En innerlijk? 10. 10? Jammer. Dan heb je echt alles. Hoeveel geef je jezelf? Van 1 tot 10. Ja, gewoon je uiterlijk. 8 of zo. Maar wat heb jij dat je die 8 waard maakt? Ik ben lief. Je bent? Lief en rustig, ja. Oh, okay. Dus lief en rustig maakt je makkelijk tot de 8. Helemaal. Realistisch. Ja.
Realistisch. Hoeveel reed je jezelf? Van 0 tot en met 10? Een 8. Een solid 8. Solid. Oké, waarom? Ja, ik ben niet perfect. Dus je hebt niet specifiek iets wat je te bieden hebt voor iemand? Waarom dus een jongen hoef je ook niet te bieden eigenlijk? Nou, nee. Ik ben gewoon eenvoudig. Als je naar mij wilt zijn, dan moet je gewoon komen. Maar je hoeft niet net daten dingen te komen. Daten, je kan eerste dag daten, maar je bent al zo gewoon tweede dag. Woef. Oké, van 1 tot 10, want Michita is het gewoon. Van 1 tot 10, hoeveel geef je jezelf? Barki. Hey Roku, thanks. Beetje een conversatie van start gaan, dus daarom. Tabi leert op elkaar naar daar langer. Dan vraag je erop om allemaal wat beter gaan. Oh je deed? Ja toch? Nice guy. Wat zeg maar verdien je? Of wat vind je dat je verdient? Want de 8 gaat niet zomaar iets. Dan zomaar iets nemen toch? Wat ik verdien? Ja. Van mensen? Ja. Respect. Okay. Mm-hmm. Dat alleen? Heb je echt geen andere eis? Oké, stel ik ben een meid en ik kom naar je toe. Weet je waar die kwint? Van die kwint ik wil je. Praat met me. Chant mee in een voorbeeld. Oh no, mo. Chant me bijvoorbeeld. Oh, je wilt me daar. Gaan we een conversatie van start gaan van. Oké, hoe zou je beginnen? Van hele kwint, hoe gaat het? Gaat goed en met jou? Ja, ik maak het. Wat heb je vandaag gedaan? Ik heb gegeten, ik heb honger. Ga eten voor me brengen. Oké, wat lusje? Ik wil McDonald's. Oké, geen probleem. Je zit er? Je zit er. Ik ben dus ja. Moet zitten toch? En nog een vraag. Wat ben je waard? Wat denk je dat je waard bent? Kan ook. Hoezo? Dus. Het kan materialistisch zijn, het kan niet materialistisch zijn, je bepaalt. Gewoon, wat denk je van hé, ik verdien dit of ik ben dit waard? Een vriendin misschien. Een vriendin. Die was er. Je bent echt lief. I love it. Hij is echt lief. Op een schaal van 1 tot 10. Hoeveel geeft u jezelf? Nou, een 8. 8? Dat is best hoog. Ja, omdat ik voel me ontspannen. Ja. Ik ben op vakantie. Dus zelfverzekerd. Oh, ja. Ik voel me lekker. Ik zit niet. Ik heb geen stress. Ja. Dus ik voel me lekker ontspannen. Dus vandaar dat ik mezelf. Zo'n hoog cijfer geef. Van de schaal van 0 tot en met 10, hoeveel reed je jezelf? 8. Oké, waarom maar 8? Ik ben niet echt compleet. Oké, en wat is niet compleet? Oké, dat ga ik wel niet zeggen. Ja. Is privé? Ja. Oké, dan gaan we privéeren. Oké, Kanisha. Waarom zou een jongen jou moeten daten? Waarom zou een jongen jou leuk moeten vinden? Niet moeten, maar waarom zou dat kunnen? Een jongen mij leuk vinden. Wat heb je zo? Aardig. Is een leuke. Is geweldig. Op een schaal van 1 tot 10, hoeveel geef je jezelf? Een 7. Een 7? Ja. Serieus? Ik heb heel wat dingen die jongens nodig hebben, maar bepaalde jongens zoeken meer. Maar ik heb bepaalde dingen die een jongen nodig heeft. Ja. Oké, ik word een mensen 3 boy. 3. Mm-hmm. Aardig. Ben lief. Lief. Maar soms ook stout. Oké, we gaan in die inlaten. Ga door. Ja, en ik heb geduld. Geduld. Ja. 3 dingen die jongens nodig hebben. Ja. Waarom dat? Omdat ik vind dat ik op jonge leeftijd best veel heb kunnen bereiken. Met je looks bedoel je? Ja, toch wel. Maar dan zou je eerder horen een 9 of een 10 misschien zelf. Waarom een 7? Ja. Ik ben niet een type die vindt dat ik perfect ben. Dat is 1. En aangezien er altijd verbeterpunten kunnen zijn, geef ik mezelf een 7, zodat ik die 3 punten alsnog kan passen en meten. That's right. Wat ben je waard? Aandacht. Liefde. Laat me zien. Communicatie met elkaar doen, weet je? Al dat soort dingen. Wat? Respect voor Kanisha. En wat vindt u dat u verdient? Ik verdien gezondheid. Dat is belangrijk voor mij. Oh ja, dus materialistische zaken? Nee. Ik speel mijn lotto en de staatsloterij. Als ik win, maar ik ga er niet. Nee. Ja. U kijkt niet echt uit naar een auto of een huis. Als hij geen huis voor u kan kopen, dan hoeft hij niet te komen. Oh,
Nee. Of als ik het zelf kan kopen, waarom zou iemand het voor me moeten kopen? Oké, we zijn hier met Lydia. En mevrouw Lydia, de vraag voor vandaag is, op deze mooie dinsdagmiddag, hoeveel geeft u zichzelf? Ik geef mezelf 100, doordat het mijn dag is. 100? Ja, ik ben op dinsdag geboren. Ik weet niet hoe ze denkt, dus als het aan mij ligt, ja, kan ik elke vrouw nemen, maar... Ja toch? Wat zo, zijn mannen eenmaal, ja toch? Want mensen hebben nooit genoeg toch, aan een vrouw. Het is een beetje ingewikkeld. Het ligt daar gewoon. Ja. Is wat ze ziet. Is wat ze ziet, ja. Mm-hmm. Oké, dus elke dinsdag bent u 100? Ja, sowieso. Oké. En zeg maar, u bent 100. Je gaat niet zomaar 100 zijn. Nee. Wat maakt dat u die 100 bent? Oké, zie je wel? Ik was op straat. Mm-hmm. Ik sliep op straat. Ja. Toch? En vandaag aan de dag, ik lag hier. En vandaag aan de dag zit ik. Dat wil zeggen, het gaat goed. Ik ben mezelf weer. Ja, ik ben mezelf weer. Wat met me heeft aangedaan, weet ik ook. Maar ik ben mezelf weer. Ja, en daarom ben ik, daarover ben ik zeer trots. Oké, een ware diamant bent u. Oké, en zeg maar, wat vindt u dan als mens zelf dat u verdient? Wat ik verdien? Ja, wat bent u waard? In het verleden, toen ik iets wat jonger was, heb ik hard gewerkt. Ik heb altijd mijn werk naar behoren gedaan en goed ook. En daardoor is men ook jaloers geworden op mij. Dat ik mijn baan kwijt heb geraakt tot Orarica. Toch. Maar ik ben er nog. U bent er nog? Ja. Daarna en u zit hier? Ja, daarna heb ik heel veel plaatsen gewerkt en goed werk verricht. Maar doordat men... dingen met me gedaan heeft, ben ik 2 keer op straat geweest. Ja, 2 keer is het mij overkomen dat ik mijn tas heb gepakt en de straat ben opgegaan. Dus eigenlijk, als ik zo luister, bent u eigenlijk de wereld waard? Ja, toch wel. Oké, wat zijn hier met? Sjors, promes. Oké. Sjors, ik heb 2 vragen voor u, moet eerlijk zijn. Realistisch, hoeveel reed u zelf qua uiterlijk? Ik heb de vraag niet begrepen. Hoeveel op de schaal van 0 tot en met 10, hoeveel geeft u uzelf op het gebied van uiterlijk? Oh, 7. Waarom 7? Ja, maar ik kan mezelf niet minder geven dan in eten. Ik moet mezelf juist opboosten. Toch. Ik ga mezelf nooit onvoldoende geven. Nee, toch. Dan kunt u even zeggen, u bent een 10. Nee. Niemand kan een 10 zijn. Alleen de Heer Jezus. Ja, dat snap ik. Oké, nog een vraag. Okay. Eenvoud stiert de mens. Mooi gezegd. Dankjewel. Goed. Zo, wat zijn jullie met? Kimani. Ja. Oké. Kimani. Waarom zou een meisje jou moeten daten? Of waarom zou een meisje jou leuk moeten vinden? Wat heb jij dat andere jongens niet hebben? Hoi. Ga je eerlijk zeggen? Mino sabiere. Nasa ameite shi. Oké, realistisch. Riet jezelf van 1 tot en met 10. Geef jezelf een 7. Ik zeg een 8. Oké, waarom precies een 8? Omdat niet alles van me complete is. Complete is. Oké, wat is die complete? Kan je praten met dames? Wie je mee te chanten? Ja, man. Oké, stel ik ben er mee. Chant me. Don't miss. Hey, no, schat, hoe gaat het? Echt, ik hoop van je. Don't miss, man. He's good. In the heat of battle, he don't miss. No. In the heat of controversy, he don't miss. No. Nice bro, thank you.